Yo mensen, vandaag gaan we vissen in Spaarndam. We zijn net klaar met wormen zoeken. We gaan het wormhol vissen op baars en bos. En heel misschien komt er een snoepbaarsje tussendoor. Dat zou goed zijn. Ja. We gaan nu even onze vriend Stijn ophalen. En dan gaan we kijken of we mooie visjes kunnen vangen. Nou, we zijn op een plekje aangekomen. Ik heb heel simpel gewoon een klein loodje met een haakje aan het einde en een klein stukje worm. Dus we gaan kijken of we even een postje kunnen vangen. Robin heeft de eerste vis. Klein possie. Nee, hij heeft een worm. Kijk. Nou jongens. Ja, doe maar terug. Klein possie. Klein possie. Ja, ze hadden net mijn worm gestolen. Dus... Oh, kijk. Ik zei dat het iets rustiger zou zijn. Ja, de vorige keer was echt geboord naar boven. Ik ga ook van het hoekje hier vergeten. Hop. Zit. Zullen jullie dat zien jongens? Heel klein stukje hoor. Oh kijk, ik heb er ook eentje. Oh baas. Oh, een baas. Ja, redelijke. Mooie. Kijk, mijn baasje. Oh, even rustig doen. Wat een mooi baas ouwe. Ja, voor hier wel. Hier wel, want hier vangen we eigenlijk alleen maar. Bos. Bos. En kleine baas. Kleine baas. Ja. Kijk eens, mijn baasje. Dan gaat hij weer terug. Oh ja, dat heb ik netjes gekund. Die is uit. We zaten echt gelijk op. Ja, ik heb er eentje. Oh! Is dat een pos? Hij is heel klein. Een posje. Rustig aan. Kijk. Ja, maar dit is ook het baashoekje, hè? Ja, zo'n baashoekie. Ja, een baashoekie. Basje. Oh nee, ja, hij valt eraf. Hij viel eraf. Het was een baars. Je bedoelt het was vis? Ja, maar het was een baars. Ja. Een baars is een vis. Ja. Oh, ik zag gewoon tikken. Ik zag gewoon tikken. Ik begint helemaal te schimmelen. Ja, ik heb een posje. Kijk mensen, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er is een hele zwerm van pos hier. Nee, denk ik ook niet. Het is een beetje moeilijk te zien door die zon. Ja, er is een hele groep pos daar. Ja, ik heb er eentje. Het zijn allemaal kleine visjes, maar het is wel best wel leuk. Nee hoor. Ja. Kun je ook zeggen de hele tijd. 10.000 live aanbeten. Er zijn allemaal pos. Okay. Dan gebruik ik gewoon kleine stukjes worm. Ja, ik hou mijn hengel nu een beetje raar vast, maar dan hoef ik niet de hele tijd mijn spoor open te doen. Een eentje? Ik zou je loodje iets verder doen. Je zit een beetje dicht bij je haar. Eentje. Oh, sorry. Hengel en zo. Een poosje. Hey, hij stopt mijn worm. Even teruggeven. Dankjewel. Ja, oh, maar niet uit. Ik heb hier opnieuw erop. Ja, best wel. Ik heb nu echt al 8 vissen op dezelfde worm gevangen. Ze bijten er nog steeds in. 2 vissen. Die is heel neidig van jou, dus die gaan weer snel terug. Ik heb hier ook nog een kantje. Hij heeft mijn worm gestolen. Kijk, daar ligt hij nog. Ik zit nog steeds met die worm, met die ene. Ja. Nee joh, zielig. Moet ik iets groot wormpje eraan gedaan? Ah, Ron heeft er een. Iets groot wormpje aan gedaan om te kijken of ik een baars kan vangen. Robin is de pot. Nu naar de andere kant van het stukje gegaan. Robin is daar zo. Want hier is meestal wat meer baars. Ik ga kijken of je een baarsje kan vangen. Die zitten meestal hier in dit gedeelte. Die bos aan de andere kant dus. Hopelijk zit hier een baars. Dat bultje dan? Nee?
En we hebben een klein barsje. We zijn hier weer. En elke worm nu achter elkaar precies. Dus ga even kijken of ik een wil. Zo. Die werpt nu in. En we wachten heel even. Het zijn geen grootvissen, maar het is wel leuk. We wachten heel even. En voel je of er eentje aan zit. Je gaat heel even wachten. En dan heb je er eentje. Kijk, mijn visje. Ik ga hem van de haak halen. Kijk, mijn visie. Jij wordt er ook wel vissen. Nu hebben we aan het eten. We zijn nu bij de Albert Heijn, even eten halen. Nou, we zijn net nog even bezig geweest. Ik heb een paar possies en een baars. Roman had nog een baars en twee possen volgens mij. Ja. Zo ja. Oh, hij heeft er weer eentje. Basje. Oh. Een baarsje. Een baarsje. Nu is hij druk. Nou. Ik heb er ook eentje. Posje. Nee, posje. Ik heb een klein. Wat wil. Ja, richt het. En posje. Ja, een beetje slecht weer, maar de vissen bijten nog. Dus. Oh, ja, weet ik niet eens weg. Hij zei, daar zijn ze dan zo. Nee. Maar het is, de vissen bijten nog. Oh, ik had er al eentje. Ah, hij heeft er weer een. Posje. Mooie aanbid zeg. Het zou wel grappig, want je voelt gewoon tik, 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 tik. En dan sla je aan en dan hangt hij gewoon. Dit is best wel leuk. Ze zijn niet zo moeilijk te vangen en vangt er wel veel. Ik ben nu al sowieso in de 30 of zo. Dus het is wel een leuk vissen zo, want je vangt bijna altijd wel een vis. Mijn posje weer. Robin had net ook een pos en die pos werd aangevallen door baars. Dat was waarschijnlijk. We zijn er even een beetje door aan het vissen en ik heb net een mooi baarsje gevangen. Dus mooi, goede, ja, misschien wel 20 cent. Nou, en 15 of zoiets. Mooi baarsje. Of niet heeft hij. Meteen de worp daarna, weer een mooi baars. Gaan we lekker nu. En een pos, Ron is een pos. Lekker. Ik heb weer een mooi visie en daar komt hij aan. Het zijn allemaal meestal kleine possen, hè. Soms ook al grotere possen. Maar... Dat is in de onderkant, kijk. Mooi posje. Ploep. Hier echt een heel klein stukje worm gewoon eraan. En dan, nou kijk. Ik ga even proberen. Je werkt hem in. Laat me even zitten. Dan moet wel lukken om een klein posje te vangen ofzo. Ja, ja, kijk. Zie je? Zo vang je een pos. Mooi visjes. Gewoon een klein wurmpje die we hebben gevonden in de aarde. Oh, rustig aan. Rustig maar. Oh, Robin heeft er ook eentje. Kijk. Poesie. Nou, zo makkelijk is die hier eigenlijk wel, ja. Ja. Even kijken of het nog een keertje gaat lukken. Ah, oh, sorry. Ja, ik heb er ook een. Dubbel op. Het is dit. Een poesje weer. Robin heeft er ook weer eentje. Kijk hier, laat je visjes zien. Ah. Stekeltje? Ja. Visie. We hebben nu misschien al over de 100. Het gaat echt achter. Ja, heel veel hebben we ook niet gefilmd, maar het is echt achter elkaar. Dus we zijn ook al eventjes bezig, maar het gaat ook gewoon heel hard hier. En ze zijn ook wel klein, maar het zijn vissen. Ah, oh, oh nee, dat is een baars. Ik hoop jullie dat zagen. Volgens mij wel, dat is een baars. Tilt hem omhoog en dan valt hij hier af. Dat hebben we ook een paar keer gehad nu. Nee. Oh, kijk. Nee, oh, die zit in de knoop. Oh nee, nee, jawel, jawel. Oh, normaal hoor. Zit aan de knoop. Maar die oh nee, laat maar. We zijn weer uit de knoop. Nou, mijn vorm is eraf. Ja, hij moet je zien weer in. Kijk, weer eentje kunnen vangen. Nu heb ik een nieuw wormpje aan gedaan, want ze hadden hem eraf gehaald. Oh, jongen. Oh, oh. Ah, ik had de vis eraan.
Ja, we hebben ze even in het netje zitten. Dus nu weer in het netje zitten en dan gaan ze laten vrijlaten. Kunnen ze even mooi in één keer laten zien. Weer een klein postje. Voor ja, voor zo'n klein visje vecht hij best wel hard. Robin heeft gewoon twee vissen. Hij haakt één vis. Jongens. En die andere zorgt ervoor dat hij om een andere pot zwemt. Hij heeft twee vissen. In één worp. Ja. Wat? Ja, hij vocht echt raar. Hij was ook sterk, maar er was gewoon twee vissen eraan. Hij had zeg maar, hij haakte één. En die andere was om de grote heen gezwommen. Ja. En die grote wou waarschijnlijk ook pakken. En mijn lijn zat er dus ook omheen gewikkeld. Dus had hij er twee. Jongens, dat is echt raar. Nou, dat was het voor vandaag. We hebben waarschijnlijk al over de 100 vissen gevangen. Heel veel hebben we ook niet gefilmd, want anders zou die video echt een half uur lang zijn. Maar hopelijk vonden we deze video leuk. We gingen even rustig vissen op bosjes, baasjes. Was wel leuk, aardig wat gevangen. Hopelijk zien jullie in de volgende video.